de stijl van het album is iets ingetogener, denk ik, dan de vorige plaat. Het is een hele eerlijke en organische plaat geworden. Het vorige album waren we nog meer zoekende naar dat wat wij precies wilden zijn. En dit album zet gewoon een dikke streep onder Lampshade. De nummers waren wel af, maar voor ons waren ze af. En als iemand anders ze dan hoort, in dit geval dus onze producer, dan heeft hij daar weer heel andere ideeën bij. Daardoor heb ik heel veel samengewerkt met onze producer. En uiteindelijk is er toch nog heel veel veranderd aan de tracks. We hebben ervoor gekozen om eigenlijk de muziek te ondersteunen met een lichtshow, maar ook visuals. We hebben, op een beamer hebben we visuals laten projecteren en dat eigenlijk meer om de dynamiek van de nummers toch wel te ondersteunen. Een bepaalde sfeer te creëren en daarmee ook ja, eigenlijk het publiek mee te slepen in onze muziek. Ja, we hebben geen manager, we hebben geen platenlabel, we doen alles zelf. Maar uiteindelijk zijn we er, komen we er toch altijd sterker uit. En ja, na zo'n clash of na zo'n, na zo'n spanning lachen we er ook wel altijd om. Wat heel erg mooi is om te zien is dat we echt een heel groot bedrag hebben kunnen ophalen met crowdfunding. En mede dankzij de fans dit product hebben kunnen produceren. Want zonder de fans was dit nooit gelukt. Het is een heel erg positief geweest voor ons. En het doet heel goed als je ziet hoeveel mensen je steunen en achter je staan. En dat laten zien aan de hand van een bijdrage, of die nou klein of groot is. We waren er heel erg blij mee. Je creëert samen iets heel nieuws. En in dit geval was het, waren we heel bewust van wat we wilden. Dus het uitbrengen van dit nieuwe album voelt ja, toch weer als een mijlpaal in het bestaan van de band. Het voelt natuurlijk extra leuk om in de thuisbasis te spelen. Je, ja, eigenlijk al je bekenden, al je vrienden, familie, iedereen die je eigenlijk wil laten zien waar je naartoe hebt gewerkt, is eigenlijk op dat moment daar. Er zijn wel verwachtingen. En ja, je moet die dus wel gaan waarmaken. En dat is wel heel erg spannend eigenlijk. Het is mooi om na 3 jaar überhaupt weer een nieuw cd uit te kunnen brengen, maar om dat dan op deze manier te doen, met dit album, met deze productie, in deze zaal, met dit aantal mensen en zoveel familie, zoveel vrienden, zoveel bekenden, ah, dat is geweldig. De voldoening die je haalt uit zo'n avond, zoals 19 oktober, die maakt eigenlijk alles goed. En als je dan ja, eigenlijk opgaat, je speelt die show, dan merk je vanzelf weer dat valt. Het valt gewoon helemaal van je af. Je kunt al die energie, al die frustratie kun je kwijt in die show. En dan geeft dan een goed gevoel. En dan zie je gewoon die zaal helemaal vol staan met 600 man. Dat is gewoon ja, niks eigenlijk gaat boven dat gevoel. Dat we wat meer gedraaid gaan worden op de nationale radio en dat we nog een tour kunnen doen in het buitenland. En ik hoop dat we nog wat mooie zomerfestivals mogen spelen, mooie poppodiums mogen bezoeken. We willen meer Nederland in, buurlanden, België, Duitsland.
gevoel dat je overhoudt aan de cd-presentatie, dat is onbeschrijfelijk.